Het eerste tip richt je vooral tot de mensen die het makkelijkst te overtuigen zijn. Het lijkt heel vanzelfsprekend, maar heel vaak zie je juist dat mensen het tegenovergestelde doen. Dus als je met z'n zes in een vergadering bent en één iemand is het op elk punt met jou oneens, dan richten mensen al hun aandacht op die ene persoon. Terwijl het veel beter is om eerst even te draaien, je tot die andere te richten. Omdat misschien ook die anderen dan kunnen helpen om die laatste persoon te overtuigen. Tip 2, zorg dat je op tijd begint met overtuigen. Want de meeste mensen die beginnen pas met overtuigen zodra ze weten dat de ander het niet met ze eens is. Je kan beter mensen overtuigen nog voordat ze zich hebben vastgegraven in een standpunt. We hebben straks verkiezingen en je ziet heel vaak dat mensen gemeenteraadsleden proberen te overtuigen nadat de fracties al een standpunt hebben ingenomen. En dan ben je veel te laat. Tip 3. Help de ander ook om mee te gaan in jouw standpunt zonder gezichtsverlies. Want heel vaak vinden mensen het toch een beetje vervelend om van standpunt te veranderen. En daar kan je hem bij helpen. Want heel vaak zie je bijvoorbeeld dat als je een manager wil overtuigen van jou, van je plan of voorstel, als hij de volgende dag al zijn medewerkers moet vertellen dat het heel anders moet, ja, dan is de eerste vraag die de medewerkers stellen van: hebben we tot nu toe dan allemaal verkeerd gedaan? Nee, geef die manager in dat geval dan een argument om uit te leggen, de situatie is veranderd, de feiten zijn veranderd. En dan wordt het veel makkelijker voor iemand om mee te gaan met jouw voorstel.